eindelijk weer een nieuwe weekvlog. Waarom het zo lang duurde, kwam door bepaalde redenen. Ik was ziek en ja. Sorry daarvoor, maar ja, dat gebeurt ook helemaal. En ik ga niet zoveel doen, dus ik weet niet of ik vandaag nog heel veel ga vloggen. En morgen, eind van deze week, ga ik wel iets leuks doen. Ga ik naar Groningen weekendje. Super veel zin in. En dan zie ik jullie straks weer. Dus bye. Daar ben ik weer. Mijn haren, ja, die zien er nou niet zo echt heel erg leuk uit. Ik ga daar ook even, over kort even zeven, dus over 20 minuten of zo, ga ik skypen met twee vrienden. We gaan even afspreken wat we allemaal gaan doen in Groningen. En hoe laat en dat soort dingetjes een beetje om te checken. En we gaan ook shoppen in Eindhoven. In Groningen. We gaan naar de Primark toe. Dus daar ga ik ook binnenkort. Dus binnenkort komt er ook een shoplog. Mijn eerste shoplog online. Ik ben echt benieuwd hoe dat gaat verlopen. En voor de verdere zien we het allemaal wel weer. Dus ik denk dat ik jullie morgen weer zie. Dus tot morgen. Goedemorgen. Het is vandaag woensdag 21 februari. Ja, 21 februari. En ik ben nu iets op YouTube aan het kijken. Ik ben even aan het eten. En en dan moet ik zo vertrekken, want het is bijna 7 uur. En om 8 uur moet ik beginnen op mijn werk. Het is best vroeg, maar ja. Ik ben wel lekker in de middag al klaar, dus dat is wel lekker. Vanavond ga ik naar mijn moeder toe. Dat ga ik niet filmen. En dat heeft ook een bepaalde redenen. Maar dat leg ik allemaal wel. Dat leg ik allemaal een keertje uit. Er komt een aparte video van, dus dat komt goed. Ik ga me even stilzetten. Vanmiddag ga ik denk ook nog even een video opnemen. Even douchen, denk ik. En jullie zien me straks wel weer als ik thuis ben. Hoi, daar ben ik weer voor vandaag. Oh, ik zie er echt niet uit. Nou, ik ben net in de douche geweest. Het is nu 5:30. We gaan zo eten en dan gaan we naar mama toe. En ik heb vandaag niet meer filmen. Dus bij deze zeg ik tot morgen. Hoi allemaal, het is vandaag donderdag. Ik ben net terug van... Ik zal even die zon gaan staan. Ik ben net terug van werken. En nu ga ik vanavond naar een soort meidenavond toe of zo. Dat is één keer in de zoveel maanden. En daar ga ik vanavond naartoe met een vriendinnetje. En ik ga daar niet vloggen omdat mensen niet op YouTube willen komen. Dus dat doe ik dan niet. En verder zien we het allemaal wel. Dus, oh ja, sorry dat ik deze paar dagen niet zo heel veel gefilmd heb. Dat komt eigenlijk, ja, omdat ik eigenlijk helemaal niks te doen heb. En in het weekend wordt wel leuk, dus daar hou ik plaats voor over. Dus daarom film ik nou weinig en in het weekend ga ik heel veel filmen. Dus dan snappen jullie dat even. Hoi allemaal. Ik ben 2 uur geleden ongeveer thuisgekomen van mijn... Nee, dat lieg ik. 1,5 uur geleden thuisgekomen van mijn werk. En ik heb me nu omgekleed, want ik ga vanavond naar het musical toe, naar de Lion King. Opeens zomaar, vriend vroeg me mee, dat ik kaartjes gewonnen. Dus, oké, waarom niet dan? we trekken rond 5:30. Is hier en dan gaan we naar Scheveningen toe. De musical begint om 8:00. We zien het allemaal wel. Hij is heel leuk, de musical. Het is de Lion King. Ik ben er al een keertje geweest en hij is echt zo van... Piep, mooi!
En nu ga ik even kijken wat ik nog met mijn haren ga doen. Maar ik denk gewoon dat ik het los ga doen. En ja, dan zien jullie allemaal wel weer. Wacht even. We zitten nu in de auto. Onderweg naar de Lion King. Ja, oké. Okay. Ja, het ligt al 10 uur. En ik ben met Thijs en met mijn broer. En we hadden net toch een lucht? Oh my gosh. Oh, dat was echt erg. Opnieuw. Dat moet je niet in wachten. En we zijn nu onderweg, dus je ziet ons daar. Doei. Gewoon links aan. Ja jongens, we rijden New York binnen. Dat was maar heel weg. Dat zijn New York waren. Oh ja, hoe laat? Het is Den Haag. Oh, oh, Den Haag. Nou, ik ga meteen de volgende. Zitten er weer jongens? En dit keer is het wel bijna uitgekocht. Ik weet niet met auto, dus ik krijg sowieso niet. Ja, we wouden naar de McDonald's, alleen de McDonald's is gesloten. Dus nou gaan we echt nog naar New York pizza. Eten. Ja, oké. Okay. We gaan nu even naar de McDonald's. Het is al laat, dus ik zie jullie morgen weer. Bye. Goedemorgen. Het is vandaag de dag dat ik naar Groningen ga. En ik heb er super veel zin in. Gisteren ben ik naar de musical van de Lion King geweest. En hij was zo geweldig. Dus dat was mijn tweede keer dat ik was geweest. En het was zo echt, echt zo leuk. Speelden mensen die ik kende, dus... dat was wel helemaal leuk. Ja, ik ga vandaag naar Groningen en neem jullie lekker mee. We gaan shoppen bij de Primark daar. En de stad gewoon een beetje verkennen. Dus veel plezier met het kijken allemaal. We zijn er bij de Primark. Groningen. Yay. Dus wat gaan we zo meteen doen? Eten. Ja. Rijn daar eerst eten en daarna. Toren beklimmen. Wat horen. Waar zijn we eigenlijk? Ja. In welke plaats zijn we? Groningen. En waarom zijn we in Groningen? Dat kan, dat kost niets. Nou ja, het kost wel iets, maar... Ja, je hebt in ieder geval wat gekost heeft, inderdaad. Waar zijn we nu dan? Bij de? Puur, weet je nou? Puur. Ah, en wat hebben wij besteld? Wij hebben lekkere... Tosti! Ja, donuts. Ik wou eigenlijk zeggen donut en een yoghurt ding besteld, maar ja, tosti mag ook. Hebben jullie nog iets te melden aan de volgers? Iets te melden? De vloggers komen de vloggers. Gaat nu al goed? Zeg het nog eens. Auw. De mensen komen er vanzelf al achter. Surprise. Triggered. Okay. Heb jij nog wat te zeggen? Hoi. Oh nee, wacht hè. Hoi. Ja, precies goed op zijn koning. Houd hem. Oh, dat is de camera, wacht. Hoi. Dit wordt echt een mislukt tussen de benen. Hij wacht hier wel op weer. Ik had nog eens met. Hoi. Bloopers. Bloopers. Favora. Maar dan krijg ik een banaantje voor terug. Dat vind ik heel leuk. Nou, we zijn toch weer aardig tegen elkaar. Ja. Waarom heb je chips bij? Ja, dat weet ik ook niet. Tomaten. Hallo allemaal, welkom bij deze vlog. Dit is mijn netmicrofoon en ik ken nu het woord aan Savannah. Ja.
Oké. Okay. Wel de microfoon. Wel de microfoon pakken, mevrouw. Wat? Pak de microfoon vast. Pak de microfoon zo. En dan spreken. Dit is een microfoon. Oké. Okay. Moet je niet weg, wil je niet weg duwen, mevrouw? Moet ik het doorzingen dan? Ja. Nee, ga ik hier niet doen. Ah. Ja, jammer hè. Ja, ja, heel jammer, mevrouw. Ja hè. Kijk, er is hier nog helemaal die microfoon op. Misschien gaat thuis het wel. Meneer thuis, gaat thuis van deze microfoon? Ja, je wilt er wel drinken. Oh, drinken de microfoon. Dames en heren, je kunt eruit drinken. Heb je daar nog iets op te zeggen, mevrouw Van Heijden? Nee. U duwt die microfoon niet weg, klopt dat? Ja. Het is heel goed voor je, mevrouw. En mijn arm wordt lijm. Wat is dit, mevrouw? Yo. Dat is wel goed, hoor. Kijk, ik ben bij de cameraman. Ja, hoi. Hoi. Heeft u nog wat te melden, mevrouw? Nee hoor. Hoi. Dit is een goed debat, dames en heren. Ja. Welk debat? We hebben een debat over Groningen. Wat vindt u van Groningen? Ja, ik weet niet. Het is pas mijn eerste keer. Correct. Fout antwoord. Ja, wat moet ik al zeggen? Wat u ervan vindt? Saai. Saai, boer, hè? Wat vindt u ervan? Koud. Het is het noorden, hè? We gaan zo ook nog aan de Martini-toren beklimmen, dat is nog wel een paar meter, toch? U heeft hem al eens eerder beklommen. Ja, 3 jaar geleden. Daar kun je vast wel wat van rinken, vertel eens even. Hè? Huh? Vertel eens even wat u ervan vond toen. Kut. U mag rechtstreeks de auto pakken en weer terug gaan naar Den Bosch. Wat vindt u ervan? Oké, die toren gaan we beklimmen. Martini-toren. Ja. Nee, de Martini-toren. Ja, ook goed. Kijk maar. Ja. Fijn. Helemaal uitgeput. Ja, we zitten nu op dat stuk waar je naar boven altijd zit. Jullie zijn net onderzo naar binnen gelopen, ja. Zo, zeg maar zo hoog. Nou, het zou wel behoorlijk ook. Oh, ben je nog kapot in de trappen? Ja, ben jij miste. We staan nu in de kerk. Sil, je staat wel op een vallen, like. Ja. Ja, er staat iedereen op. En ik ben helemaal buiten adem. Het is echt heel veel lopen, maar ja, wel leuk. We staan nu bij de parkklok en zo. We gaan daar nog verder naar boven en dan komen we bij de grote klok. Hier kan je op knopjes drukken. En dan kan je ik wil filmen waar die heen gaat, dat is die grote die je hoort dan. Wacht, wacht even. Wacht even, klaar is, druk jij andere deur gelijk in? 3. Nee, ik wil het gelijk indrukken. Ja, dat kan niet. Ik heb niet zo'n lange vingers. Waar is je helm dan? Helm, druk ze op een knopje. Wat? Druk eens op een knopje. Oké, okay, niemand drukken? 1, 2, 3. Wacht allemaal tegelijk. Wacht even, stop. Niet drukken. Sorry. 3, 2, 1. Oké, doe. We zijn nou de bellen aan het rinkelen. Ding, vind die toch het ding, leukste? Ding. We zijn nu buiten, bovenop de kerk. Kijk. Nou, we zijn hier bovenop, man. Wel, als eerste stuk. Helemaal. Ik zou die taart niet bedoelen. Dus dat is best hoog. En best leuk. Ja.
Hier heb je allemaal van die striptekeningen. Maar deze is hetzelfde in de nieuwe bus. Nou, dit is een eierwal of zoiets. Alleen zijn wagen was er zo stom. Blij. Want die liet hem vallen en dan hebben we maar door de midden gesneden. Oeps. Nou, even eten. Alleen doen. Oh. Eten. Ja, lekker hè? Ja? Ja, lang? Ja, oké, daar zijn we weer. We lopen nu in Groningen? Nee, Appingedam. Oh. In Appingedam, en dat ligt in Groningen. Ligt in Groningen. Het is best mooi hier. Alleen koud. Ja, dat wel. Min 8 gevoelstemperatuur. Geen muts, zeker handschoenen. Je bent te lang zeker, of niet? Ja. Hi. En ja, we lopen nu. We gaan nu even naar de AHA toe. En op welk pad lopen we nu? Trekpad. Op het trekpad. Dan moet jij dat nu gewoon niet zeggen, hè? Kijk nu toch eens dan maar op het trekpad. Ja, daar lopen we dus op. Ik dacht dat je zo goed naar kon vinden. Hey. Hoi. Loper. We zitten hier nu en het is net gestopt met sneeuwen. Oh, ben je net te laat? Ja. Het sneeuwde net. Heel licht. We gaan nu pizza eten, dus. Lekker. Jam.